Hallo lieve Waterman, welkom bij jullie maandreading voor de maand april. Dit is eigenlijk een bonusreading. Ik heb eerder in maart ook al een video online gezet voor alle sterrenbeelden voor maart en april. Ik zal deze beneden in de berichtenbox linken, zodat je deze eventueel nog kunt bekijken, mocht je die nog niet hebben gezien. Mocht je een van jouw sterrenbeeldtekens of jouw geboortehoroscooptekens aan het kijken bent, wees welkom, ook als crosswatcher. Kijk even welke tijdlijn voor jou is of voor de ander waarvoor jij kijkt. Het kan ook zo zijn dat dit keer niet in een van jouw tekens, de zonteken bijvoorbeeld of maanteken, jouw reading zit of ascendant, maar in een van je andere tekens. Kijk dan altijd nog even naar een van de andere tekens die in jouw geboortehoroscoop zit, zodat jij ook het hoogst haalbare aan informatie eruit zou kunnen halen. We gaan vandaag dus kijken wat er in maart naar voren mag komen. Nu is het een intense energie die er al is en nog komen gaat. Dus er kan ook behoorlijk wat in jouw energetisch veld voelbaar zijn. Probeer je eigen daarom ook goed te blijven gronden. En ga een beetje mee in de stroming van de Ace energie. Nu hebben we natuurlijk dat het eclipseizoen is gestart. Het portaal is geopend door middel van de eerste volle maan energie. Nu is er nog begin april ook nog een nieuwe maanenergie met zonsverduistering. En nou hebben we natuurlijk volle maanenergie met maanverduistering gehad. Daarbij is ook nog dat Mercurius retrograde gaat lopen begin april tot 25 april. Deze energie is op dit moment ten tijde van de opnames al voelbaar. Maar mocht jij deze video op een heel ander moment zien of onder ogen krijgen, weet dan dat er toch een boodschap voor jou in zit. Al ben ik nu ingetrapt op april. Er blijven tijdloze berichten. Dus ben ervan bewust dat dat ook altijd mogelijk is. Maar we gaan gewoon lekker starten. We gaan kijken wat er naar voren mag komen. Voor deze intensiteit. Voor de lieve watermannen. Wat krijgen we? In balans. Kijk eens. Hele mooie kaart. Nu zijn de readingen best wel veel geweest op het stukje zelfontwikkeling. Bij sommigen in de sterrentekens, of sterrenbeeldtekens, behoorlijk intens. Torenmomenten en dat soort elementen. Nu staat natuurlijk het hele eclipseizoen voor het transformeren. En eigenlijk alles wat voor die transformatie in de weg staat, dat wordt aangeprikt. Maar jullie krijgen al in balans, dus ik ben benieuwd wat er nog bijgelegd mag gaan worden, lieve Waterman. We hebben de Koala Spirit. Spirit has a plan. Dus er is een plan wat nu in zicht gaat komen en wat jij misschien ook al voelt. En we hebben de Antilope Spirit. Life is speeding up. Dus je leven gaat versneld worden. Dat komt omdat je dus dat stukje balans al in ervaring hebt. Hè? Dan krijg je dus ook eigenlijk weer dat er meer paden geopend gaan worden. Of meer deuren geopend gaan worden. Nu vind ik het ook wel dat je het kunt noemen dat er een portaal geopend is. Er komen heel veel boodschappen naar je toe. Waarbij je dus meer in verbinding staat met eigenlijk het stukje intuïtieve element in jouw lichaam. Het kan ook te maken hebben dat sommigen al connecten met gidsen, engelen, daarbij informatie krijgen. Maar er gaat een sneltrein komen. Dus maak je riemen maar vast. Kijk eens, luister naar je intuïtie. De boodschappen uit het universum worden op perfecte wijze door jouw lichaam ontvangen. Zo mooi hoe de kaarten eigenlijk de bevestiging geven voor de woorden die ik eigenlijk dan van tevoren net al zeg, hè. Maar we gaan eens even met de tarot nog de diepte in. Wat mogen we aan deze reading toevoegen voor de lieve Waterman? Nou, de Lovers die komt echt in heel veel readingen al naar voren. Dat is niet direct dat het dan aan een romantische liefdespartner gekoppeld is. Het voelt voor mij ook dat bij heel veel mensen dit het stukje is. Liefde in jezelf, jezelf respecteren en waarderen.
zelf twijfel dat dat op de achtergrond gaat verdwijnen. En dat heeft ook te maken met jouw innerlijke balans. Eigenlijk dat stukje union en jouzelf. Maar daar zit ook het stukje herstel aan gekoppeld. Dus doordat jij aan het herstellen bent van pijnstuk of je hebt dit al gedaan, daardoor krijg je ook weer de ruimte om ja, je hart verder open te stellen en ook liefde te ontvangen, maar ook zeker geven aan andere mensen. In welk aspect dan ook. Het hoeft dus niet alleen op het romantische element te zijn. Want liefde is natuurlijk een heel breed begrip wat heel veel mensen... Kijk, er zijn heel veel mensen die ook een beetje de kennis hebben inmiddels van de tarot en wat de kaarten zijn. En die duiken al gelijk op van, oh, ik ben single of ik wil liefde of ik wil dit. But all the love, wow, dit en dat. En die projecteren het eigenlijk groter in een verkeerd jasje, als dat het eigenlijk werkelijk dan op dat moment in het energetisch veld voor hun bestemd is. Het gaat er echt in het stukje... Ik zag zojuist met het shuffelen zag ik de keizer. Nu krijgen we de keizerin eruit. Stukje vruchtbaarheid. Nieuw leven weer inzetten. Hè? Nieuwe leven creëren. Nu kan het voor sommigen ook zijn dat jij je herboren voelt. Waarbij je dus ook meer van oké, ik heb inderdaad heel veel stappen gemaakt. Ik heb de stappen van mijn zielspad bewandeld. Ongeacht de intensiteit van obstakels. Maar ik blijf lopen. Ik weet dat dit voor de hoogst haalbare goed voor mezelf is. En als je dit ook onder ogen gaat zien, dan zul je ook op het punt gaan komen dat je binnenkort zelfs dingen kunt gaan oogsten aan zaadjes die je eerder hebt geplant. Kijk, we krijgen namelijk een sterkaart en de zes van de staven. Oké, zaadjes die we geplant hebben, wensen die uit gaan komen, mogelijkheden die op je pad gaan komen. Het stukje ook... Inzien van oké, hier wil ik wel aandacht aan spenderen en hier niet meer. Je bent best wel naar de voorgrond aan het treden, al heb je dit zelf niet helemaal in de gaten, lieve waterman. Maar doordat jij in deze mooie energiestroom bent gekomen, ben je dus ook voor de buitenwereld meer in zicht. Nu kan het zomaar zijn dat jij ook echt actief bent op bepaalde platformen, waardoor je dus ook meer in zicht bent gekomen, waardoor je dus ook in het publieke oog bent gestapt. Maar het kan ook zomaar zijn dat mensen jou opzoeken via socials of wat dan ook, omdat ze ja, de energie zo ontzettend prettig vinden die om jou heen hangt. En dat kan te maken hebben dat, ik zag het zojuist onderkant dek, is de 10 van bekers. Het kan namelijk te maken hebben dat sommigen jou eigenlijk wel als de persoon zien waar ze mee zouden willen committen voor de rest van hun leven. Omdat ze zien wat voor kracht jij in je hebt zitten, hoeveel stabiliteit jij weet te creëren. Hoe jij luistert naar je intuïtie zorgt er ook voor dat ze een bepaalde aantrekkingskracht hebben naar jou toe. Nou kan het zomaar zijn dat sommigen dus een tweede kans willen krijgen om met jou te connecten. En dat hoeft niet pertinent te zijn op romantisch vlak. Dit kan vriendschapvlak zijn, dit kan op het zakelijke vlak zijn. Dit hoeft ook niet pertinent in dit leven te zijn. Dit kan ook uit een vorig leven zijn. Dat iemand uit een vorig leven jouw energie weer voelt in dit leven en dat je automatisch bij elkander op je pad wordt getrokken. We krijgen de hierofant op kop. Oké. Dat is zeer interessant. Waarom krijg ik de hierofant op? Nou, de toren op kop en de 5 van bekers. Er is dus veel verdriet en teleurstellingen geweest in een verbinding die niet het vertrouwen had die jij wilde of mocht ontvangen. En dat kan dus op romantisch vlak zijn, maar dat kan dus ook in een verbinding zijn op vriendschappelijk of zakelijk. Nu is daar eerder een moment van inzicht geweest, een moment waarbij jij zo'n aha-moment hebt gekregen, waarbij dus veranderingen, je kon eigenlijk er niet meer omheen om die obstakels aan te gaan kijken. Daar heb je dus ook heel veel in werking mee gezet. Daardoor heb je ook inzicht gekregen van oké,
er zijn wat toxische elementen in mijn leven geweest, maar ik ben meer waard qua ontvangen. Dit ben je dus ook in gaan zien. Maar ik voel wel dat jij nog het vertrouwen hebt dat het toch nog weer ooit zou kunnen gaan komen, op welk aspect in jouw leven dan ook. Maar als deze persoon, waarmee jij eerder dus in verbinding hebt gestaan in dit leven of in een vorig leven, weer op jouw pad gaat komen, dan voel ik wel dat je dit niet meer toe gaat laten. Je luistert naar je intuïtie en je intuïtie geeft aan van oké, hier zit geen stroming in. Ik zit in een andere stroming als de persoon die op mijn pad weer terug wil komen. En ik ben al verder in mijn cyclus. Ik ben al verder op mijn pad. En stel dat je met deze persoon weer in contact zou gaan komen, dan is het iemand die mee wil liften op jouw energie. En dat is iets wat we proberen te voorkomen tijdens onze transformerende energie. Hè? Dat we geen meelifters hebben. Nu had ik pas ook een reading waar het voelde dat er echt van die soort parasieten waren. Hè? Dat iemand echt als een parasiet op je meeshift in een negatieve vorm. Maar dat laat jij niet meer toe. Het is ook niet meer in jou. Je hebt geen angst meer om jouw eigen pad te bewandelen. Mocht je nou in een relatie zitten of niet, je bent in je stabiliteit. Je bent in jouw zelfvertrouwen gestapt. In jouw onafhankelijkheid ben je gestapt. En vanuit daar weet jij gewoon het pad te trotseren waar jij op staat. En dit zorgt er dus ook voor dat de snelheid die jij hebt niet omlaag getrokken dient te worden door iemand die dit weer omlaag gaat trekken als je daarmee gaat connecten. Hier heb je inzichten over en dit probeer je dan ook te omzeilen. En dat stukje omzeilen is ook het stukje vertrouwen hebben in jouw intuïtie. Dat het herstel wat jij hebt ingezet nu de juiste vorm gaat geven. De inzichten krijg jij op welke wijze dan ook naar je toe. En of dat dan intuïtief is, of door middel van je gidsen, of tekenen die jij mag ontvangen. Jij weet het juiste pad te blijven bewandelen. Dat komt omdat jij jouw spirituele stukje, jouw intuïtieve stukje, in combinatie met het aardse stukje nu hebt gecombineerd. Waarbij jij bepaalde emoties weet te omarmen. Waarbij jouw vrouwelijke energie, maar ook jouw mannelijke energie in balans is gekomen. Ik heb het zo mooi over jouw mannelijke en je vrouwelijke energie. Union in jezelf, dat is eigenlijk de basis van jouw hele proces. Onderkant dek krijgen we de magie erbij. Het hele doel van jouw ontwikkelingsproces is dus eerst die union en dicht bij jezelf te blijven in jouzelf. Als jij dit stukje staat van helderheid hebt gekregen en gevoel, hè, die balans en energiestroom, dan zul je ook weer dingen kunnen gaan manifesteren in een andere vorm als wat je vroeger hebt gedaan. Nu is het dus zo dat iedereen die een bepaalde pad aan het bewandelen is, altijd weer lessen of triggers op je pad krijgt. Dit is gewoon om te kijken van oké, heb jij iets geleerd van eerdere problematieken, eerdere lessen, eerdere patronen? Dan blokkeer je dit energiestukje en je loopt verder op je eigen pad. Heb je hier niets van geleerd, dan ga je weer in een diepere laag springen en ga je die diepere laag ook weer eerst uitzuiveren. En dat is dus dan ook het stukje van diepgang creëren en eigenlijk elk stukje verder verdiepen wat opgeschoond mag worden. Elke les verder in een dieper laagje uitzuiveren. Maar ik zie wel dat dit jou sowieso gaat lukken. Want het is jou niet aan het tegenhouden. Je hebt de kracht om bepaalde blokkerende energie die even weer actief zal zijn of jou zal triggeren te doorgronden. En dit ontkoppel jij dan ook heel mooi. Succes heb je en dat zul je blijven behouden. En dat heeft echt met jouw energiestroom te maken. Wat ik al zei, je bent in zicht van publieke ogen. Dus het zou zomaar kunnen zijn dat jij dus veel meer ook jouw werkzaamheden naar buiten gaat treden. Om dus anderen te gaan ondersteunen. Om andere mensen nieuwe inzichten te geven. Nieuwe handreikingen aan te bieden. En dat doe jij met volledige passie voor hetgeen wat jij in jouzelf voelt. Passie voor jouw groeiproces. Passie voor een bepaald vakgebied. Bepaalde kennis. Energiestroom wat jij hebt ontdekt. En dit dus ook weten projecteren naar anderen toe.
Voor sommigen kan dit zijn dat jij ook met energie gaat werken, het energetische veld gaat vergroten. En of dat het nou door middel van magnetiseren is, of energetische healingen geven, of spirituele coachingen. Het is iets wat dicht bij jouw ware ik ligt. Iets waar jij behoorlijk lang aan hebt gewerkt om deze staat van zijn te kunnen bereiken. Jouw heling is daar een belangrijk onderdeel van geweest om deze vrijheid terug te gaan krijgen. Om bepaalde intuïtieve ontwikkeling verder uit te gaan bouwen. Nu is jouw intuïtie altijd wel al vrij aangeprikt geweest, maar je wist er nog niet even goed mee om te gaan. Dit heeft er ook voor gezorgd dat het lang heeft geduurd voordat je deze nieuwe stappen durft te zetten. En voor velen wat ik nu voel is stappen op werkzaamhedenvlak. Stappen om hetgeen te gaan doen waar jij passie van voelt. Dit is een langzamere energiestroom, maar wel een stabiele stroming die jij neer gaat zetten. Al jouw harde werk zal dus nu ook de vruchten af gaan werpen en zul je dus ook verder gaan vergroten. Dus de kennis die je al die tijd met zich meebrengt, hebt gebracht, ga je dus nu ook de buitenwereld inzetten. En hoe je dit vorm gaat geven, dat heb je misschien op dit moment als je deze video kijkt nog niet helemaal helder. Maar er gaat heel veel puzzelstukjes op zijn plek vallen. En die puzzelstukjes hebben echt met jouw zielspad, zielsmissie te maken. Wat ik al zei, ik voel voor sommigen echt het stukje energetische werk op gaan pakken. Misschien wel spiritueel coaching of vrouwen ondersteunen om bepaalde richtingen in te gaan zetten door zelfkennis en zelfervaringen ook daarin mee te nemen, dat je anderen daarmee kunt ondersteunen en helpen. Maar het heeft er wel mee te maken dat er wel misschien bepaalde vertragingen eerst zullen zijn op juridisch vlak. En dat kan te maken hebben met het feit dat Mercurius retrograde loopt. Lees ook echt de kleine lettertjes. Mocht je misschien een contract willen tekenen voor een pand om te huren, of een locatie, of misschien om samen te werken met iemand, lees de kleine lettertjes. Intuïtief voel jij het haar fijn aan. Krijg je eigenlijk alles al door of dat iets zuiver is, ja of nee. Maar blijf echt even oplettend over de kleine lettertjes. Het kan dus een bepaalde vertraging zijn op de lijn qua rechterlijke dingen of zo. Ik weet niet, geen idee waar je mee bezig bent, maar dat is wat naar boven komt. Langzaam maar zeker zet je wel die stappen, zet je die stabiliteit. Lerende leerman van de situatie. Je bent wel vastberaden om deze nieuwe mogelijkheden toch echt tot je te gaan nemen. En de kennis die jij hebt, ga je echt met nieuwe mensen delen. Excuus, ik verslik me eigenlijk een beetje. Even kijken, wat mogen we er nog aan toevoegen? Kijk eens, de aard van staven krijgen we erbij. Nou, dit is wel een topreading voor jullie, lieve waterman. Ik kan er niet heel veel meer aan toevoegen, want dit is gewoon echt een hele mooie uitkomst voor jullie. Ik denk dat iedereen wel zo'n reading wil toe-eigenen. Nou, je bent gewoon helemaal volgens de pas van jouw zielsreis aan het wandelen. De kennis heb je, de intensiteit weet je in balans te behouden. Obstakels die voor je neergebonjourd worden, of voor je neergelegd worden, bonjour je uit je leven. Je weet precies welke punten je aan kunt prikken om je stabiliteit te behouden. Alleen voel ik wel nog dat je nog een beetje afwachtend bent om in het nieuwe stukje te stappen. Maar dat kan ook met dat juridische aspect te maken hebben. Dat er even vertraging op de lijn is met iets tekenen, of dat de papieren nog niet in orde zijn, of misschien iets met een betaling dat nog iets niet helemaal goed is. Maar dit heeft er alleen maar mee te maken dat dit nu dan misschien nog even niet de maand zal zijn om hierin door te gaan pakken, puur door die Mercurius die retrograde loopt. Omdat dat gewoon even als stagnerende energie is. Maar ook dit voelt niet als een obstakel voor jou, lieve waterman. Ook hier blijf jij goed je pad in bewandelen.
Dus we gaan nog eens een paar kleine kaarten erbij leggen. Kijk eens. Dit kan te maken hebben dat er voor sommigen echt een verplaatsing is van locatie, woning, werkgelegenheid, misschien zelfs in het buitenland. Waardoor er misschien eerst juridisch wat dingen geregeld moeten worden voordat je naar die vernieuwing gaat. En dit heb je allemaal te danken aan eigenlijk alle kennis en schaduwstukken die jij op je pad hebt gehad. Die schaduwstukken hebben jou zo ver ontwikkeld dat je dus nu in deze krachtige energie terecht bent gekomen. Alle toxische elementen hebben er dus voor gezorgd dat je in die stabiliteitsfase bent gekomen. Waarbij je dus eigenlijk bepaalde materiële overvloed ook aan het trekken bent. Maar ook daarentegen een bepaalde stabiliteit voor jezelf hebt gecreëerd. Niet alleen op materievlak, maar gewoon ook op persoonlijk vlak. Nou, er valt een hele stapel hieruit. En elke stukje kennis wat je hebt gehad, neem je dus ook mee in levenslessen. Je gaat niet al die lasten meer meenemen, maar je maakt er gebruik van om deze in de positieve zin eigenlijk vorm te geven dat je bepaalde sensitiviteit weer kunt upgraden. Nu heb je behoorlijk wat voor de kiezer gehad en je hebt er ook best wel wat uitputtingsslagvelden mee te maken gehad. Maar ik voel niet meer dat je die last met je meeneemt. Het voelt voor mij eigenlijk dat je die vrijheid tegemoet gaat. Dat je het los hebt gelaten. En dat je vanuit daar dus ook echt naar die vernieuwing gaat. Dat je bepaalde creativiteit weer gaat herontdekken in jouzelf. En dat heeft te maken met de verbinding die je met jouw intuïtie hebt. Met jouw hogere zelf. De mogelijkheden en kansen die je aangeboden krijgt vanuit het universum. Er zijn heel veel kansen en mogelijkheden die jij tot je mag nemen. En dit ook dus in de juiste vorm kunt neerzetten. En eerdere zaadjes die je hebt geplant, die gaan nu uitkomen. Die kun je binnenkort gaan oogsten. Probeer dus in je energie te blijven staan. Er zullen altijd mensen zijn die ook in negatieve gedachten naar je gaan uitspreken, omdat je toch in de picture staat en mensen het idee hebben dat je letterlijk alles in de schoot geworpen hebt gekregen, terwijl ze niet inzien hoeveel intensiteit jij als waterman al in het leven hebt voor de kiezer hebt gehad. Nu is dat natuurlijk hun problematiek, dat hun niet die inzichten hebben wat je allemaal mee hebt gemaakt, maar je bent ook niet een persoon die dit in de vergroting gaat leggen. Het is gebeurd, je hebt je les eruit genomen. En oké, het was intens, maar nu sta ik in de positieve zin. Het heeft allemaal als doel iets betekend. En je haalt daar de positiviteit uit. En daardoor belast je dus niet meer de negatieve elementen uit je leven met al die positiviteit. Dat is dus wat jij als voordeel hebt. Terwijl mensen dus eigenlijk alleen maar die positieve stukken zien. Omdat ze ook klep op hebben om ook in te zien dat jouw leven ook intens is geweest. Maar dat is hun tekortkoming, daar hoef jij je eigen niet meer in te belasten. Dat is hun element en daar ontkoppel jij je eigen ook van. En dat zie ik hier ook zeker naar de voorgrond treden. Want je bent heel krachtig, lieve waterman. En je hebt nog een hele mooie weg te gaan, wat alleen maar meer voorspoed naar zich toe gaat brengen. Dus hou je handen open, grijp elke kans die je krijgt, omarm met liefde deze nieuwe mogelijkheden. Een hele mooie aprilmaand wens ik jullie toe. Laat vooral een berichtje of een like achter als dit jouw video is. Kijk anders nog even naar een van de andere tekens in jouw geboortehoroscoop. En dan zie ik jullie heel graag terug bij een andere video. Doei doei!